succes! De winstcijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. En we zijn eindelijk groter met onze lipsticks dan Couleur de Paris. Waarom weten zij de doelgroep te bereiken en wij niet? Omdat zij een goede verbinding hebben met hun influencers. Via Facebook, Instagram, YouTube. En dan zijn we nu in de meeting room van First Kiss. Dan gaan we even een rondje doen. Oh, super! Naar Bobby, onze creative director. En last but not least, de grote baas. Mijn liefste moeder. Zeg maar even hallo, man. Hallo! Sorry. Ga vanavond lekker uit en dan gaan we op zoek naar een leuke vent voor jou. Liever niet. Het is hoog tijd voor jou om de liefde te leren kennen. Ik wil mijn liefde maar aan één iemand geven. Iemand die dat waard is, waar ik heel veel van hou, waarvan ik ook zeker weet dat hij heel veel van mij houdt. Vind je het goed geschreven help met de camera? Wat doe jij hier? Zo fijn om jou ook weer te zien. Jij kunt het gewoon niet uitstaan dat First Kiss zoveel succes heeft. Ik ga jou en het miserige bedrijfje van je helemaal kapot maken. Het is echt een superleuke jongen en inzoomt dan echt niks kwaad. Ik moet er eerst wat voelen. Verliefdheid? Ja. Twijfel je daarover? Als je geen vergelijkingsmateriaal hebt, hoe weet je dan wie de ware is? Dokter Bernhard. Ik wil je niet ongerust maken, maar als je vader niet snel geopereerd wordt, dan ben ik bang dat... Politie! Hij is stapel gek op je. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Hoe weet ik nou dat hij de ware is? Weet je niet. This could be.